Hallo, mijn naam is Maarten en ik wil je meer dingen vertellen over SketchUp die je misschien nog niet wist. En dat doe ik in korte video's. We hebben ook een complete training die kan je online vinden en die kan je um, uh, boeken via sketchexpert.com. Want we hebben hele gave basiscursussen, vervolgcursussen, Enscape cursussen, Lumion cursussen. Um, en uh, soms geef ik uh, kleine uh, dingen weg die gewoon handig zijn om te weten. En een van die dingen die handig zijn is de functies van de verfemmer, want de verfemmer in SketchUp, ja, die kan gewoon dingen verven. Dus als ik hier een kleur pak um, en ik tik op de verfemmer of ik klik op de B-toets van bucket, oftewel emmer, uh, dan uh, nou, kan ik hier met een aantal drukken op de knop kan ik geometrie verven. Uh, hier ook, zie je? Dat gaat allemaal prima en daar ook maar zoals je ziet kan het een beetje ontslachtig gaan want ik moet elke zijde moet ik te pakken nemen ik heb er hier ook nog een dus wat ik ook uh, zou kunnen doen als ik nou deze in zijn geheel nog een keer wil verven maar dan een andere kleur bijvoorbeeld dus uh, doen deze dan uh, zou ik hem vast vooraf met de zwarte pijl kunnen trippelklikken. klikken dan de b van verfemmer. En dan deze kleur. En die giet je er overheen. Zo. Dan heb je hem in één keer. Maar er zit in de verfemmer nog een optie. En die optie is als volgt: als ik de verfemmer pak en een nieuwe kleur. En ik toets de shift toets in. Uh, dan uh, gaat hij kleuren of uh, vlakken met een gelijke kleur, elders in de tekening, dezelfde kleur geven. Nou, deze kant en deze kant zijn niet met elkaar verbonden, maar toch als ik hier deze nieuwe kleur opgooi, bam, dan in één keer wordt die nieuwe kleur hier actief. Als ik deze dan nou ook hier zet. En dan heb ik twee elementen met die gele kleur en ik besluit later, nee, ze moeten roze worden. En ik klik één van die vlakken aan, gaat die elders in de tekening kijken, waar komt hij nog meer voor? Boom, dan maakt hij die, die kleur. Dus dat is al een hele handige optie. Dat is de shift-toets en die geldt voor de Mac als de Windows. Dan heb ik ook nog de control-toets en de control-toets geeft drie kleine blokjes naast je emmer en die verft uh, aan grenzende vlakken dezelfde kleur. Uh, control staat voor Windows en het is de option key, dus de option knop voor Mac. Nou, laat ik eens een andere kleur pakken, uh, donkerpaars. Als ik nou hierop ga staan en ik klik, dan zal alleen dit bovenste stuk de nieuwe kleur worden. En als ik hierop klik, zal alleen het onderste stuk de nieuwe kleur worden. Klik. Klik. Um, dit doet hij doorgaans door de hele tekening heen. Um, mits dingen niet verpakt zijn in groepen of in componenten. Dus als er geen structuur aan vast zit. Dan heb ik hier twee kolommen staan. En die kolommen zijn deel van één groep. Kijk maar. En als ik dit dubbel klik. Um, dan uh, kan ik deze actie uh, hier ook doen. Nou, ik doe de verf er we weer. De controle, heb ik daar de donkerpaars en daar ook en daar ook en daar ook en als ik hier nu uit ga, dus uit de groep en ik besluit dat ik alles uh, deze lichtere uh, roze kleur wil hebben en ik zeg de shift toets en ik klik hem hier, dan wordt hij daar wel netjes die roze, maar daar niet, want dit zit verpakt in een groep, dus dan moet ik echt de groep in en dan ga ik het daar doen, dus dit is Echt geïsoleerd. Alles wat binnen die box zit, die zal die actie overnemen. En alles wat daarbuiten zit, doet dat niet. En andersom werkt het net zo. Dit zal alles treffen wat niet verpakt zit. En alles wat wel verpakt zit, heeft die geen boodschap aan. Superhandige functies tussen Shift-toets voor zowel Mac als Windows. En de Control-toets voor Windows is altijd de Option-toets voor Mac. En dat kan je gewoon heel goed helpen. Dus dat is een leuke functie. Er is mee aan de slag. En, um, heb je ons uh, nodig? Ga even naar onze site, sketchexpert.com. Er staan toffe dingen op. Um, ik zou zeggen dankjewel voor het kijken en heel graag uh, tot de volgende video. En ik wens je een hele mooie dag.